Hallo beste vrienden, hier zijn we weer. Het is 2 januari, dus allemaal nog de beste wensen voor 2020. Ik zal er eventjes een toosje op geven, zeg maar. Proost. Allemaal veel geluk, gezondheid, liefde en vooral wijsheid toegewenst in deze barre tijden, zullen we maar zeggen. Goed, ik ben nog bezig geweest met een projectje, een gokkastje. De voeding was defect, die heb ik dan ook gerepareerd. Maar daarna bleken er nog andere storingen in te zitten. Dus ik heb die niet allemaal kunnen repareren, helaas. Ik had het waarschijnlijk nog wel kunnen vinden, denk ik, als ik er meer tijd in gestoken had. Maar ja, het ding heeft hier 6 weken gestaan. En ik ben er tussentijd op ziek geweest vandaar. Dat is ook wel te horen aan bepaalde gedeeltes van de opname. En de eigenaar werd een beetje ongeduldig. En ja, die was in principe al blij als de verlichting het weer zou doen. Want hij gaat hem dus niet gebruiken om mee te gokken, maar gewoon als ornament. Dus ja, als de verlichting het dan doet, dan is dat natuurlijk ruim voldoende. Dus zodoende is het ding weer terug bij de eigenaar. Dus dat was het. Veel plezier met het kijken. Hallo beste vrienden, daar zijn we dan weer. Het intro heeft het al een beetje verraaien. Het is een gokkast deze keer. Een Casino Royale. Het is origineel een Duitse gokkast. En dat nog uit de tijd dat de Europese landen nog een eigen munt, ieder nog een eigen munteenheid hadden. En deze kasten moeten dan ook Duitse marken. Dus dat is op zich nog wel heel leuk. De gokkast is niet van mij, is ook van een collega. De collega had hem defect gekocht. Zij wist dat hij niet in orde was. De verkoper had hem gezegd, er zit sluiting in de voeding. Dus het eerste wat mijn collega doet toen hij thuis kwam, is de stekker in stoppeltak steken. Maar als gevolg dat de stroom uitviel. Nou, hè? Een gewaarschuwd mens stelt voor 2, zeggen we altijd maar. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik heb het apparaat niet hiermee naar boven gesleept. Het is daar veel te groot en te zwaar voor. Maar de voeding is wel een aparte unit. Dus die heb ik even uitgebouwd en meegenomen. En ligt hier op de werkbank. Nou, zoals je misschien kunt zien zit hier een ventilatortje in. Net zoals dat er bij de voeding van veel computers ook is. Het heeft natuurlijk, ik weet niet hoe lang, ergens in een café aan de muur hangen. Nou, je kunt je voorstellen dat daar natuurlijk heel veel sigarettenrook en weet ik voor wat allemaal niet in zit. Dus dat zal misschien wel mede de oorzaak van zijn dat je het niet doet. En daarbij, het apparaat is dan natuurlijk, hoe lang hebben we inmiddels de euro? Niet eens eerlijk gezegd, 20 jaar of zo. Dus het is al minstens 20 jaar oud en dat zal waarschijnlijk nog wel ouder zijn. Ik denk wel een jaar of 30 op zijn minst. Ik heb nog niet ergens een jaartal kunnen bespeuren, maar dat zal vast wel ergens erin zitten. Dus het ding is al minstens 30 jaar oud. Dus ja, ik heb zo het idee dat dit weer net als altijd condensatoren zullen zijn. Maar dat zullen we zien. Dus ja, hier ligt hij dan. Hier is wat duidelijker een ventilatortje te zien. Als we hem dan omdraaien, dan zien we hier dat hij een aantal zekeringen heeft. Die zullen waarschijnlijk al niet kapot zijn, want dat is meestal zo. Hè. En dan zit hier een stopcontactje. En ik weet eerlijk gezegd niet waarvoor. Ik heb het idee dat dat waarschijnlijk voor een servicemonteur geweest is. Dat hij daar een looplamp in kon steken of zoiets. Ik zou het anders ook niet weten. Maar goed, dan gaan we hem eens openmaken en kijken wat we vinden. Nou, het eerste wat mij opviel is dat iemand er ooit een keer in is geweest en het blijkbaar nodig vond om de kabel van het ventilatortje los te koppelen. Wat daar precies de reden voor geweest is, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk niet erg handig. Want zo heb je natuurlijk wel de kans dat als die ooit een keer daarna van aangezet is, dat die heet gelopen is. Hier hebben we de ontstoorcondensator. Ja, dan kun je zien dat die ook warm geweest is. Dat is ook wel wat uitgelopen. Dus ja,
Dan zullen we dat eerst eens controleren. Nou, ik heb de voeding even aangesloten via mijn trouwe gloeilamp, die zoals je weet de sluiting opvreet als er eens in zit. Nou ja, toen ik hem daarnet aanzette, brandde die lamp vol. Dat wil dus gewoon zeggen dat hier een behoorlijke sluiting in zit. Nou, als die ontstoringsgronden zaten, daar was al wat uitgelopen, hadden we gezien. Ik heb die afgekoppeld, gecontroleerd en die is inderdaad kort gesloten. Dus die is het probleem. Ja, stoornscondensator van dit kaliber, het is fantastisch. Het is weer German over-engineering. Het hoeft er helemaal niet in te zitten. Die gokkast die heeft daar zelf helemaal niks aan. Dus dan kun je gewoon eruit mieteren. En dan kun je dat gewoon vervangen door een kleinere variant. En dat werkt net zo goed en gaat waarschijnlijk ook langer mee. Goed. Nou, dan gaan we dat dus proberen. En dan daarna de voeding weer opnieuw testen. Nou, de grote ontstoorcondensator is eruit. Weg met het ding. Er zit nou gewoon een kleintje in en de rest heb ik overbrugd. Dan krijgt die transformator tenminste gewoon 220 volt. Want dat kreeg hij ook niet, hij had zoiets van rond de 58 volt en de rest dat vrat dan die gloeilamp op. Dus overduidelijk natuurlijk een dikke sluiting erin. Nou is dit een traditionele voeding, hè? Is ouderwet zeg maar, omdat er dus een trafo in zit. Nou, meestal zitten er niet zo heel veel andere onderdelen meer op als een paar condensatoren. Die heb ik ook elektrolytische condensatoren bedoeld. Eentje daarvan heb ik vervangen, die andere was goed. Nou, mooi. Eens even kijken, wat hebben we nog meer gedaan? Wat had ik nou nog? Hey, die zekeringhoudertjes die waren ook gecorrodeerd van binnen. Daar zat best nog wel wat prut in. Dus ja, goed. In ieder geval, die kunnen we nou gaan testen. Ik gebruik natuurlijk in dit geval mijn Variac weer. In combinatie uiteraard weer met de gloeilamp. Nou, stekkertje erin. We kunnen hem langzaam opdraaien. Nou, eens kijken wat we hier hebben. Wacht, eventjes. Ja, zonder 63 volt netjes. Nou, de gloeilamp die blijft uit. Netjes 220, prima. Dat is wat we wilden hebben. Dan gaan we nu inschakelen even. En daar begint het ventilatortje al te lopen. Nou, controleren we nog even de uitgangsvoltages. Dat is wat lastig met één hand. Nou, wat hebben we? 11 volt. 4. Dan krijgen we er weer nog. Nog eentje van 11 volt. Ja. De ledjes die branden ook. Toen ik hem daarnet de eerste keer opstartte, kwam er een heleboel stof en rotsje uit. Dus dat ventilatortje dat, zat helemaal vol. Ja, wie weet hoe lang dat ding stilstaan heeft. In ieder geval, dit is goed. De voeding functioneert dus weer. Even kijken als ik het lampje uitzet. Dan zie je. Ik weet niet eens. Nee, het is niet te zien. Hè. Dat ledje brandt. Dat betekent dat de lijnspanning aanwezig is. Even kijken. Ja, toch. Nou, mooi. Dus het volgende is de voeding weer terug inbouwen. En dan de kast aanzetten. En kijken wat er gebeurt. Als het goed is, dan doet hij het. Nou, dit is het aansturingsprintje van de drie motortjes die erin zitten. Je ziet trouwens ook de uitsparingen waar dat printje overheen valt. Er zit hier natuurlijk een hele rits met aansluitingjes. Nou zit dit dus normaal gesproken zo gemonteerd. Wat mij dus opviel op een gegeven moment is dat hier een hele bruine streep zit. Kijk of dat. Ja, en dat komt van deze twee weerstanden af. Dan moet je natuurlijk voorstellen dat zo'n automaat praktisch 24 uur per dag aangestaan heeft. En sommige onderdelen misschien niet voldoende doorbrekend zijn. Vooral als het om een weerstand gaat, ja.
Maar je kunt wel zien dat dat ongeveer, ja, ik vermoed zo een kwart watt weerstanden zijn. Dus dan gaat het niet zozeer om de ohmse waarde van die weerstand. Want daar gaan we maar vanuit dat die klopt, want tenslotte heeft het apparaat het 30 jaar zo gedaan. Maar het gaat natuurlijk om het vermogen. Wat ik wil gaan doen, is die kijken wat de weerstandswaarde is van deze. En ze dan vervangen door wat zwaardere exemplaren. Van bijvoorbeeld een half watt of 1 watt, nagelang ik hier heb liggen. Zo. Dat wordt dan het volgende. En als het goed is, tevens ook het laatste. Kunnen we alles terug in elkaar gaan zetten en het apparaat testen. Nou, zoals je ziet zitten de nieuwe weerstandjes erop. Even iets omhoog. Dat ze niet tegen de printplaat aankomen. Maar deze zullen niet meer warm lopen. Want die zijn 1 watt en wat ik eraf gehaald heb. Oh, ze liggen hier trouwens nog. Dat is een kwart watt. Ja, en dat is dus blijkbaar toch iets onderberekend. Want het is natuurlijk niet voor niks dat ze zo heet gelopen zijn. Goed, er was nog iets. In die gokkasten zitten natuurlijk heel veel lampjes. En dan moet lampentype zijn 555. Nou zat er inderdaad nog een paar originele 555 lampjes in. Maar vervolgens ben ik lampjes tegengekomen van 6 volt, van 12 volt, van 2 watt, van 1 watt. Die passen natuurlijk wel allemaal. Want dit zijn ook lampjes die in sommige auto's voorkomen. Of soms als stadslicht. Dus, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. En dat is ook de reden waarom die lampjes niet zo heel lang meegaan. Dus hier is er eentje pikzwart. Ja, dat is een 6 volt lamp. Het originele 555 lampje is 6,3 volt. En dat klopt overigens ook als je kijkt naar de voeding. Dus wat ik gedaan heb is gewoon de originele lampjes bestellen. Die kun je nog gewoon krijgen. Dat is geen enkel probleem. 10 stuks voor 2,45. Dus ja. En dan gaan we dat doen. Vervangen we gelijk de lampjes met originele. En maar goed. Dan wordt het nu alles weer terug in elkaar zetten. Nou, dat was het weer. Dit was het Duitse gokkastje. Een Bally Wolf. De laatste storing die erin zit, zoals je misschien hebt kunnen zien, is 81F. Als je dat opzoekt op een Duitse website, dan heeft dat te maken met die drie schijven die draaien. Dat klopt ook. Bij het opstarten van die kast draaien die schijven niet. Dat is normaal gezien wel de bedoeling. Want ze moeten in een bepaalde beginstand komen. Daarvoor zit aan de achterkant van die schijven een soort hoekijzertje. En als die schijf dan begint te draaien, dan zit er een lichtgevoelig, ja, een lichtstraal eigenlijk, zeg maar. En daar komt hij dan doorheen. Het moment dat hij dat doet, onderbreekt hij de lichtstraal en dat telt dan op die manier. Nou, dat gebeurt niet. Als tip stond er wel op die website dat je die lichtstraaltjes, zeg maar, moet schoonmaken. Ja, dat kun je dan wel doen, maar als die schijven überhaupt niet gaan draaien, dan heeft het schoonmaken van die lichtstralen natuurlijk ook geen zin. Ja, en waar het er dan vervolgens wel in zit, ik weet het niet. Ik had het voor mezelf leuk gevonden als ik het aan de gang had gekregen. Als ik er meer tijd voor had gehad, had ik het zeer waarschijnlijk ook wel, was het me zeer waarschijnlijk ook wel gelukt, maar ik zeg al. De eigenaar wilde zijn kast onderhand graag terug hebben. En die was wel blij dat de verlichtingen deed. Dus nou ja, prima. Het doel bereikt in zoverre. Dus. We hebben wel een klein succesje geboekt. Maar het is toch weer.
een biertje waard. Dus bedankt u voor het kijken. Proost. En graag weer. Tot de volgende keer.